Kees en hij heeft net een cd van The Smiths van zijn oma gekregen. Hij wil de muziek graag op zijn iPod zetten, zodat hij ernaar kan luisteren. Dat betekent dat hij eerst de cd moet kopiëren op zijn computer en deze vervolgens kan synken met zijn iPod. Maar wacht, de computer wil de muziek helemaal niet rippen. Hij zegt dat er een of andere DRM-beveiliging op zit. Wat een onzin, de cd is toch netjes gekocht? Gefrustreerd googelt Kees naar DRM en al gauw komt hij erachter dat dit staat voor Digital Rights Management. Een kopieerbeveiliging op media om illegale kopieën tegen te gaan, omdat deze het auteursrecht schenden. Kees weet niet precies hoe dat zit met auteursrecht en hij googelt verder. Als iemand iets heeft gemaakt, bijvoorbeeld een boek, een foto, een film of een lied, dan kan hij zich laten registreren als eigenaar. Hij krijgt dan het auteursrecht, of copyright. Dat betekent dat als anderen dit werk willen gebruiken, dat ze daarvoor moeten betalen. En ze mogen zeker niet dat werk aanpassen en zomaar delen weer met anderen. Het tegenovergestelde van copyright is publiek domein, of het public domain. Dit is de term voor werk dat vrij is voor iedereen om te gebruiken. Er zijn al diverse sites die allerlei media aanbieden die zich in het publieke domein bevinden. Iedereen mag dit dus aanpassen naar eigen inzicht en opnieuw weer gebruiken. Kees vraagt zich eigenlijk af hoe het zit met de muzieknummers die zijn eigen band maakt. Die staan nu als mp3 te downloaden op hun website. Maar iedereen kan die dus zomaar downloaden, aanpassen en opnieuw publiceren. En dat wil Kees liever niet. Tja, het aanvragen van een copyright licentie kost veel tijd en geld. Kees vindt een oplossing in de Creative Commons. De Creative Commons is een officiële, wettelijk geldende licentie die snel en eenvoudig via het internet is aan te vragen. Bij een Creative Commons licentie kun je verschillende dingen aangeven. Zo kan je kiezen of iemand anders het werk mag aanpassen of niet. Of het werk gedeeld mag worden met anderen of niet. En of dat er geld mee mag worden verdiend of niet. Bovendien moet altijd de oorspronkelijke maker worden vermeld. Kees maakt snel zo'n Creative Commons licentie aan en publiceert deze op zijn website. Nu steeds meer mensen hun werk online publiceren, zie je deze Creative Commons licenties meer en meer. Ook voor het onderwijs zijn deze licenties erg handig, want kinderen kun je al leren hoe het zit met eigenaarschap van creativiteit en hoe ze om moeten gaan met creativiteit van anderen. En dat is wel zo netjes, toch?